beschermingsconstructies bij een nieuw geprivatiseerd ABN AMRO zijn niet gewenst. Om de financiële stabiliteit te garanderen moet je goede regelgeving hebben en supervisie van banken en niet meer beschermingsconstructies. Wat we gedaan hebben is te kijken naar de invloed van hoeveel aandeelhouders te zeggen hebben binnen een bank op de financiële stabiliteit. En wat wij vonden, dat als de aandeelhouders veel invloed hebben, dan kan dat leiden tot risicovol gedrag, bijvoorbeeld een lagere kapitalisatiegraad, omdat dat in het belang is van de aandeelhouders, maar uiteraard niet in het belang van de depositohouders en de samenleving. Dus wat we bijvoorbeeld gevonden hebben, als je veel invloed geeft aan aandeelhouders door de Raad van Commissarissen zeer invloedrijk te laten zijn, zeer effectief. Of bijvoorbeeld als je een scheiding hebt van de rol van het hoofd van het bestuur van de bank en van de Raad van Commissarissen. Op zo'n manier heb je inderdaad ook weer veel invloed voor aandeelhouders. Of als je bijvoorbeeld het onmogelijk maakt voor de firma om overgenomen te worden door beschermingsconstructies. En al deze facetten leiden ertoe dat de aandeelhouders minder macht hebben, maar daardoor wordt de bank wel veiliger. Omdat minder macht van de aandeelhouders leidt tot een grotere stabiliteit van de bank. Betekent wel dat het dagelijkse bestuur meer macht krijgt. Ja, dus dat is het nadeel. Als de aandeelhouders minder macht hebben, is het dan de oplossing om dan maar het bestuur, het management veel macht te geven? Nee, want dan gaat er ook van alles fout. Wat er dan specifiek fout gaat, is dat de bank inefficiënt kan worden. Dus het management gaat dan niet meer letten op de kosten, wat een slechte zaak is. En wat ook slecht is, als het management niet vervangen kan worden omdat er beschermingsconstructies zijn, dan heb je geen effectieve market voor corp control, zoals dat heet, meer. En dat leidt ook tot inefficiëntie. Dus dan maar de macht geven, wegnemen van de aandeelhouders en dan maar de macht geven aan het management is niet de oplossing. Wat is dan wel de oplossing? Wat de oplossing is om te komen tot betere regelgeving en supervisie van banken. Daardoor kun je dus de financiële stabiliteit waarborgen. En dat kan bijvoorbeeld door hogere kapitaaleisen te stellen. Dat zal zeker effectief zijn, zoals ook gaat gebeuren onder Basel III. Een andere methode is natuurlijk gewoon te zorgen dat de toezichthouder zijn werk goed doet. Dus als je een goed functionerende toezichthouder hebt, dan zou dat ook moeten leiden tot financiële stabiliteit. Dus je moet niet zeggen, laten we maar alle macht geven aan het management als oplossing van het probleem van de financiële stabiliteit. Wat je juist moet doen, is zorgen voor goede regulering en supervisie. Nou, als we even gaan naar het heden. Straks wordt ABN AMRO weer geprivatiseerd, waarschijnlijk in 2015. En nu ligt er een voorstel van de minister om ABN AMRO op te tuigen met heel veel beschermingsconstructies. Waardoor het zeer moeilijk zal zijn om ABN AMRO over te nemen. Wat ze willen doen bijvoorbeeld is het zeer moeilijk maken om voor aandeelhouders om tegen het bestuur in te gaan in de aandeelhoudersvergadering. Ook wordt nagedacht over een zogenaamde white knight constructie, waarbij de bank in staat is om preferente aandelen uit te geven aan een beschermingsvehikel, een stichting continuïteit, waardoor het inderdaad zeer moeilijk wordt om de bank over te nemen. Maar dat is niet de oplossing als je weer meer financiële stabiliteit wil hebben. Wat je juist moet hebben is betere regelgeving, betere supervisie. Dus je moet de oplossing van de problemen zoals we dat gezien hebben in 2007 niet zoeken in meer beschermingsconstructies zoals nu het voornemen is van de minister, maar juist in een betere supervisie door de Nederlandse Bank en betere regelgeving zoals we zullen zien in Basel III.